Goedendag, dit is de Telegraaf Nieuwsflits van vrijdag 22 juli met het nieuws in 100 seconden. 9-jarige heeft SOA. De eurocrisis is bezworen. Kat Maru is miljoenenhit op YouTube. Uitvaart Kraaikamp live op televisie. En familie overleden patiënt doet aangifte tegen Maasland ziekenhuis. Beelden van een 9-jarig meisje in Rotterdam met een SOA hebben op internet tot een storm van verontwaardiging geleid. In de schokkende EO-documentaire Last Mother bleek dat bureau jeugdzorg twee broertjes van het meisje beschuldigde van het overbrengen van de besmettelijke ziekte. Hun moeder regelde direct een SOA-test en toonde daarmee hun onschuld aan. Dus hoe komt Destiny aan die SOA? Nou, vind ik een kwalijke zaak. En nu is ineens Destiny heeft zware gedragsproblemen. Maar zouden die niet voortkomen uit het feit dat ze gewoon naar huis wil? De eurocrisis lijkt voorlopig bezworen. Griekenland krijgt 109 miljard euro bovenop de 110 miljard die ze al hebben gekregen. En ze hoeven minder rente te betalen. Ook Portugal en Ierland profiteren van het gunstige rentetarief. Kater Maru heeft ruim 6 miljoen volgers. De video's van deze iets te dikke Japanse kat worden vastgelegd door zijn baasje en zijn ongekend populair. De kater heeft inmiddels zelfs een eigen fotoboek en een eigen pagina op Wikipedia. De besloten uitvaart van John Kraaikamp zal live te zien zijn op televisie. Onder andere Joop van den Ende en zijn zoon John Kraaikamp junior zullen een toespraak houden en Karin Bloemen zal een lied zingen. Er is een Amsterdammer dood gegaan. Hij stond gewoon zijn pyramiden te draaien. De uitzending begint om 3 uur op Nederland 2. Een Rotterdamse familie heeft aangifte gedaan tegen het Maasland ziekenhuis na het mysterieuze overlijden van Rien Lakerveld. Hij was met een longontsteking opgenomen en overleed plotseling. Zijn vrouw Ieg zegt in de Telegraaf dat ze vermoedt dat Rien een te hoge dosis morfine en een slaapmiddel heeft gekregen. Dit was de nieuwslits van de Telegraaf. Lees verder in de krant het verhaal van de familie Kools die dolblij is dat hun geliefde hondje Swiffer weer terug is. En bekijk het filmpje van een Japanner die ondanks een stevige workout niet veel afvalt. Tot maandag! Yes,